Dominicanerklooster is één grote onherkenbare ruïne. Een torenspits kwam in zijn geheel naar beneden. Derek, aan de overzijde van de Maas, had zwaar te lijden van het hevige granaatvuur. De kerk echter werd opgeblazen. Overal in het land liggen nog die sinistere herinneringen aan de strijd. Prikkeldraadversperringen, neergeschoten vliegmachines, ontzielde tanks en mijnen. Wapperende witte linten langs de wegen gespannen, waarschuwen voor het dreigende gevaar, mijnen. Venlo is verwoest, maar het energieke stadsbestuur heeft reeds plannen voor de opbouw gereed. Venlo wordt schoner dan tevoren. Hier staat het zogenaamde Romershuis, een oud gotisch gebouw, het welk bij de nieuwe plannen, die reeds van 1941 dateren, het uitgangspunt vormde. Bij de Brugstraat en de Havenkade komt een terrein vrij waarop een ruime brandweerkazerne is gedacht, met als hoofdmotief een oefentoren. Juist in de omgeving waarvoor de nieuwe plannen ontworpen werden, richten de bombardementen van 1944 grote schade aan. Maar thans zal men hier een beter en aantrekkelijker wijk kunnen opbouwen, die zich harmonisch aansluit aan het overige stadsdeel. De schippers in Maasbracht staken zelf de handen uit de mouwen en wisten in luttele weken tijds hun schepen vlot te krijgen. Gehavend zijn de schepen, maar niet verloren. De opbouw begint. Het ruimingswerk wordt met energie ter hand genomen. En wat nog van de schamele resten te redden valt, wordt geborgen en weldra weer gebruikt.
Straks zal met man en macht worden gewerkt om de verschrikkelijke wonden die geslagen zijn te helen. Er wordt gebouwd. En zelfs uit het hoge noorden kwamen de Friese vrijwilligers met eigen gereedschap, met eigen bedden en dekking om mee te helpen aan de opbouw. Venlo zal herrijzen, schoner dan ooit. Wilt het werk van hoofd en handen, roept het volk der Nederlanden, wat zijn nieuw bestaan vereist. Zo wordt goed het kwaad verlaten.